eenkleurig, geslepen, gegraveerd, geguilocheerd, bewerkt met pantograaf, verguld, dubbellagerig met robijnrood, fransblauw, chinagroen, marineblauw. Een buitengewoon repertorium van stukken en technieken, voorgesteld door de kristalfabrieken van Vaals en Albert al bijna 2 eeuwen. Tot 2 maal toe werden de grenzen verlegd bij het ontstaan van de kristalfabriek van Vaals en Albert. Tijdens de Franse Revolutie was deze Cisterciënzenabdij verplicht de deuren te sluiten en werd openbaar verkocht. De eerste koper installeerde een linnenweverij en vernietigde daarvoor de kerk. 20 jaar later wordt de kristalfabriek van Vonesch, de grootste van Frankrijk, aangehecht bij de Nederlanden. De twee directeurs, François Quennelin en Auguste Le Lièvre, zoeken een site om een nieuwe kristalfabriek op te richten. De site van Vaals en Albert lijkt een ideaal. Immense bossen, veel steenkool in de ondergrond, veel kalk en lood, de nabijheid van de Maas die het goederentransport toelaat en een vallei in volle industriële expansie. In december 1825 koopt chemicus François Quennelin met de steun van een financiële groep de oude abdij op. En zonder verder uitstel verbouwt ingenieur Auguste Le Lièvre de kloostergebouwen. Een eerste houtoven met 8 openingen wordt in 1826 in gebruik genomen. Later volgen 2 steenkoolovens. Quennelin en Le Lièvre brengen een 12-tal arbeiders mee bij de kristalfabriek van Vonesch. Ze installeren zich in Serrain. Mijn overgrootouders zijn afkomstig uit Vonesch. Het gaat over Jean-Baptiste Martin, geboren in de 18e eeuw, die Vonesch geruit heeft voor Vaals en Albert in 1837. Vergezeld van zijn vrouw, zijn schoonmoeder, 3 zonen en een dochter. Je me signale à part ça que les 3 fils ont été verriers. En terloops kan ik vertellen dat de 3 zonen glasmeesters geworden zijn, zodat er in 1840 4 glasbewerkers onder eenzelfde dak woonden. Steunend op dynamische ambacht en nieuwe technieken neemt de kristalfabriek een vliegende start. Ze geniet van belangrijke financiële ondersteuning, waaronder die van Willem van Oranje, koning der Nederlanden, en enkele jaren later, na de onafhankelijkheid van België, die van Leopold I. Dankzij de vorming van Quennelin en Lièvre richt de productie zich op natuurlijke wijze op de artistieke ontwerpen. Kristal onderscheidt zich van glas door het gehalte aan lood. Om kristal te maken is er minimaal 24% loodoxide noodzakelijk. Een kristal van vaal bevat 33%. Quennelin besteedt veel zorg aan de scheikundige samenstelling van zand, soda, kalium en loodoxide, als ook van andere elementen waarvan de exacte hoeveelheid een goed bewaard geheim is. Het is deze speciale samenstelling die aan het kristal van Vaals en Albert zijn schittering en klank verleent. Ik begon bij Vaals en Albert toen ik 14,5 was, meer bepaald tijdens de maand augustus, na, of beter gezegd, tijdens de vakantie. Ik was 14,5 op 30 september 1946 toen ik begonnen ben in de kristalfabriek van Vaals en Albert. Ik was een echte kwajongen. Je moest alles doen. De blaaspijpen, de slijperij, de oven. Ik bracht stukken aan voor verhitting. Ik deed alles wat een jonge man er kon doen. En vooral me aanpassen aan de hitte, aan de kleur van het glas. Want het is iets heel anders dan alleen maar glas zien. 2 maal per week gingen we naar de glasschool, daar ter plaatse. En die 2 uren duurde. Als ik me goed herinner, was dat op maandag en woensdag. En 4 uren op zondag, terwijl we 48 uur werkten. Ik heb een tijd mijn handen rondgedragen. Daarna ging ik naar de slijperij. Maar het duurde niet. Maar dat was hard, weet u. De mandel was waar hij moest beginnen. En het moest snel gaan. Ja, we hadden kerkers mee. En dan, na enkele weken, sta je al een trapje hoger op de ladder.
en leren ze je glasmassa te scheppen. En krijg je een kuijzer of schep. En daarmee schep je glas om de arbeider te bevoorraden. Het been, de voet. De glasmeester, dat was de echte chef. De absolute baas. Het gebeurde zelfs dat je een oorbeek kreeg als de glasmeester niet tevreden was. Hij gaf de bevelen ter plaatse, niemand anders. En als je overop ging klagen, was dat nutteloos. Dan kreeg je te horen, wat de meester zegt, is recht. We hadden grote klompen en grote stukken verpakking. We waren altijd nat en dit was altijd geperst in het eten. En de volgende morgen moest je erbij beginnen. Dat deed pijn in het begin, maar je bent er aan. Daarbij was ik niet alleen, het gold voor iedereen. Er waren mooie meisjes, netjes gekleed en die mochten in de winkel werken. In die tijd, de tijd van mijn moederin, was het de tsaar van Rusland die zijn kristallen drinkglazen kwam kopen. En koning Farouk, dat waren eigenlijk de twee grootste klanten van de kristalfabriek. Tijdens de eeuwwisseling breidt de onderneming aanzienlijk uit. 200.000 kilo kristal wordt elke dag omgevormd tot ongeveer 150.000 stukken. In 10 jaar is het personeelsaantal verdubbeld tot 3000 personen in 1900. Daarmee wordt het de grootste kristalfabriek ter wereld. De onderneming bestaat nu 75 hectare en exporteert 80% van haar productie. Voor het transport per boot worden de stukken verpakt in tonnen die over de kade worden gerold. Vaan exporteert de kristal naar alle hoeken van de wereld. In de productie die beantwoordt aan specifieke vereisten. Bierglazen, theeglazen, olieglazen, samovaar, lampkappen, tafelservies, staallampen. De grootste afnemers van het Waalse kristal zijn op dat moment Duitsland en het Britse imperium. De bloeiende periode wordt abrupt afgebroken door de Eerste Wereldoorlog. Gedurende 4 jaar blijven de ovens gedoofd en wordt de productie volledig gestaakt. Sommige afzetmarkten zoals Rusland en de Balkan zijn definitief verloren.